Dit zijn de mannen van KLM Cabin Maintenance. Zij en hun collega's onderhouden het interieur van vliegtuigen. We gaan nu de Dreamliner van de KLM doen, dus de Bravo Hotel Charlie. Daarop gaan wij wat werkzaamheden uitoefenen. We hebben wat service taken, cockpit cleaning krijgen we, crushed ijs op de toiletten moeten we doen. Naast de routineklussen zijn er ook technische handelingen. En dat alles moet binnen 2 à 3 uur klaar zijn. Jij gaat naar het magazijn, ga ik de auto halen. Zie je bij het magazijn. We gaan even het cockpit clean set ophalen voor de Bravo Hotel Charlie. Als wij onderdelen nodig hebben voor de machine straks, dan kunnen we hier ook ophalen. Wij lopen ongeveer per team, hebben we ongeveer 5 kisten. En wij hebben in totaal ongeveer een 50 aantal vliegtuigen per dag in de dagdienst. En dan hebben we s'avonds ook nog een kist of 10, hebben we dus in totaal 60 per dag. Wij kijken met de ogen van de passagier door de cabine heen. Vuile hoesen tot covertjes die loszitten. Dat is eigenlijk de complete beleving van de cabine. Ik ben nu aan het kijken naar de klachten die de piloten onderweg zijn tegengekomen. Die hebben ze in de boeken voor ons gezet. Elke kist heeft zijn eigen boek. Vandaag staat de stoel 1 Juliet dat die stuk is. Dus daar gaat Antoine zo meteen even naar kijken. De schoonmaak maakt niet de cockpit schoon. Dat doen wij, omdat er een stukje opleiding aan vast zit. Je moet goed weten wat je doet, want als je de verkeerde knoppen omhaalt, dan kan het fout gaan met een vliegtuig. We moeten gaan naar de volgende kist. We gaan even assisteren bij de stretcher. Want die kist moet er ook weer op tijd uit. Op deze plek wordt die ingebouwd en dat heeft ermee te maken dat deze stoelen, deze rij, die is speciaal ontworpen voor een stretcher. Die wordt altijd aangevraagd door de medische dienst. Vaak is er dan een passagier die horizontaal vervoerd moet worden. En wij zijn een van de weinige luchtvaartmaatschappijen die deze service aanbieden. Deze is bijna klaar. Dus, gelukkig maar, want de crew komt eraan. Dus we gaan even gauw door. Zo, wij zijn klaar met deze machine. We gaan door naar de volgende. Tot ziens.